Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 18 augustus 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Met de nieuwe System Fusion Repeater PI1 NOS is sinds gisteren CTCSS ingeschakeld. Dit omdat het relais soms tegelijk met die NQ-vormen op dezelfde frequentie werd aangesproken in FM. Vanaf gisteren is dus de bekende NOS-CTCSS-toon van 88,5 Hz nodig om in FM van deze digitale repeater gebruik te kunnen maken. Daarnaast is de westelijke ontvanger van PI2 NOS in FM gisteren gerepareerd. Ontvanger in Hilversum betreft dat. Die gaf sinds eind vorige week volle schaaluitslag op de bekende websites, maar gaf verder geen tekenen meer van leven. Sinds gisteren is de ontvanger vervangen door een werkend exemplaar. Op de site van de Veron.nl staat een groot artikel over zendamateurs en zonnepanelen. Uit het artikel blijkt onder andere dat er op dit moment nieuwe limieten worden ingevoerd, maar ook dat installateurs in tegenstelling tot fabrikanten vaak geheel niet op de hoogte zijn van de storingen die elektronica rond zonnepanelen op de amateurbanden kunnen geven. De EMC-EMF-commissie van de Veron inventariseert op dit moment de probleemgevallen en vraagt amateurs die last hebben van dit soort storingen om deze aan de commissie te melden. De storing is volgens het artikel makkelijk te herkennen, na zonsondergang verdwijnt deze namelijk. Ook op de site van de Veron een artikel over de storing door ledlampen. Dit naar aanleiding van een eerder artikel op de site van Agentschap Telecom. We berichten daar zelf ook eerder al over. Bij een recent onderzoek bleek namelijk slechts 1% van dat soort lampen aan de wettelijke administratieve eisen te voldoen. Er is bij het onderzoek een heel scala aan problemen vastgesteld, maar alleen de lampen die als brandgevaarlijk uit de test kwamen, moesten door de bedrijven worden teruggehaald. Veron.nl vraagt zich af waarom niet ook de storende lampen zijn teruggehaald. We leven in een kleine wereld. Dat wordt maar weer bewezen doordat ook Steve Wozniak, de uitvinder van de Apple 1-computer en een vriendje van Steve Jobs, ook zendamateur is. Als u de ontstaansgeschiedenis van de Apple ook zo interessant vindt, er is een TED-talk op YouTube te vinden, getiteld The Early Days, Steve Wozniak. De bekende Nobelprijswinnaar Joe Taylor, K1JT, heeft twee nieuwe submodus voor zijn WSJT-stal van digitale modulatiesoorten geïntroduceerd voor Meteorscatter op 28 en op 50 MHz. Op Southgate ARC zijn verwijzingen te vinden naar een aantal details van de nieuwe modus. De energie die nodig is om een elektron uit zijn baan te slaan, is de helft van de massa van het proton maal de omloopsnelheid in het kwadraat, oftewel E is mv kwadraat. Aan dit inzicht hebben we het zonnepaneel te danken. Niet alleen fotonen kunnen dat, maar ook andere deeltjes die voldoende snelheid hebben. Denk vooral aan coronal mass ejection, zonnestormdeeltjes die de atmosfeer bombarderen en massaal de elektronen vrij slaan uit hun omloopbaantjes en de deeltjes aldaar geïoniseerd achterlaten. Daar heeft de ionosfeer zijn naam aan te danken. Verder kan ionisatie op nog eenvoudiger wijze plaatsvinden, te weten wrijving. We weten allemaal het statische elektriciteitseffect door alleen maar je haar te kammen en de vonken beginnen te knetteren. Of we trekken een kunststof kledingstuk uit en de vonken zijn hoor- en zichtbaar. Gisteren ging het propagatieonderwerp over sporadische E en over dat de golven op het HF-spectrum zich op drie manieren kunnen verplaatsen. Via de grondgolf, via de directe golf of via de ionosfeer, de zogenaamde ruimtegolf. Bij de ruimtegolf worden niet alle korte golffrequenties door de ionosfeer gereflecteerd. Er is een onder- en een bovengrens bij iedere verbinding tussen twee punten. Als de frequentie te hoog wordt om nog te worden gereflecteerd, dan gaat deze recht door de ionosfeer heen zo de ruimte in. Bij een te lage frequentie is het de D-laag die roet in het ether strooit. Door te grote verzwakking in die D-laag komt het signaal gewoonweg niet meer door. Ook hier zijn de hiervoor genoemde effecten niet bepaald een constante factor. Ze variëren met de dag, met de seizoenen, met de zonnevlekkencyclus en met de plaats op de aarde. De volgende keer gaat het over onder andere de maximum usable frequency. En dan nu de mostertekens voor vandaag. Echo, Sierra, November, India. Echo, Sierra, November, India. Redactie en presentatie van deze uitzending PA0ETE en PA9TV. Met bijdrage van PD4ROB. Daily Minutes is daily at 1700 UTC on 6005 and 7310 kHz and 5 minutes later on the PI2 NOS repeater system. Next day there are reruns 800 UTC on 7310 kHz, 830 UTC on PI2 NOS and 1230 UTC on 9560 kHz.